Hoi boogschutter, dankjewel dat jullie weer kijken. Bedankt voor jullie likes, reacties en natuurlijk de abonnementen. We zitten boven de 2000 abonnees, dus daar zal ik zo meteen een video over uitdraaien doen, zodat je je naam en sterrenbeeld eronder kunt zetten en kunt meedingen voor een personal reading. Aanstaande zaterdag zit ik ook bij de Happiness Store in Tilburg. Als je niks te doen hebt of je denkt ik vind een personal reading voor mezelf hartstikke leuk. Ik geef ze geef personal readings van een half uurtje bij de Happiness Store. Mocht je dat willen, meld jezelf even aan via de website of via de telefoon. En dan hebben we misschien een meet and greet. Jij en de ander boogschutter. Ik ga even kijken. Jij en de ander op dit moment. Oké. Jij en de ander. Dan heb ik het idee, boogschutter, dat de persoon waar jij... Ik weet niet of je nog contact hebt met deze persoon. Het zou best kunnen van niet, dat iets geëindigd is. Dat zou kunnen. Deze persoon bewondert jou. Deze persoon bewondert jou alom. Al zou je dat misschien niet denken, maar misschien was je een beetje too much voor deze persoon. Boogschutter is natuurlijk heel erg skilled en enthousiast en warm. Heeft een groot hart. En deze persoon had zoiets van, hoe kan ik mij hier aan meten? In deze persoons ogen heb je alles. Ik denk dat ze ook heel goed en positief over jullie praten. En wat ze geleerd hebben van jullie ook heel erg meenemen in verhalen naar anderen toe die jou misschien niet eens kennen. Maar deze persoon is zeker heel positief over jullie boogschutter. Alleen kon zelf, denk ik, het was too much voor deze persoon zelf. Ik denk ook nu je er niet meer bent of nu je... jezelf hebt teruggetrokken of nu er geen communicatie meer is, dat deze persoon je ook heel erg mist. En dat is vaak achteraf, hè, dat je denkt van, oh, op dat moment was deze persoon misschien heel erg overwhelmed, hè, van, oh my god, die boogschutter is zo, fantastisch en die kan alles en die heeft alles. En dat is too much voor mij, maar nu dat je weg bent... mist deze persoon jou? Ik heb ook een beetje het gevoel van droefenis. Een beetje droevig. Een beetje droevig, Misschien heb je te maken met een heel creatief persoon die eigenlijk deze droefenis wat meer in de creatie mag gooien. Hè? Er alles in mag gooien. Deze persoon mist je absoluut. Toen dat tijd was je eigenlijk te veel voor deze persoon. Die wist niet, ja, als je in één keer in de volle zon staat en de boogschutter, hè, die alles kan en alles heeft en zo positief is, dan is het misschien zo van pff, backing down, hè. Maar nu je weg bent, boogschutter, mist deze persoon jou absoluut. Het is vrij saai zonder jou, zegt deze persoon. Het is zo saai. Het is zo... dat. Dus ja, dat is wat ik zie. Dat jij... maar deze persoon is heel erg lovend over jou. En is altijd positief over jou. Deze persoon vindt jou super geweldig. Dus don't forget, boogschutter. Deze persoon is absoluut... die vindt het heel jammer dat jullie geen contact meer hebben, omdat het saai is. Simpelweg omdat het saai is en ze heel positief over jullie denken. Dus dat was het. Hopelijk tot zaterdag en anders tot de volgende keer. Doei doei!